Facebookpagina op 24 augustus 2011 stond dit. Ik zie hem graag en ik zal verdomme voor hem vechten. Verdomme en vechten. Ja, het is blijkbaar gelukt, want een maandje later staat dit er. 4 maandjes samen met mijn liefje. Oh, keigoed, hè? Ja, en is het goed gekomen, hè? Nog altijd? Dat was een andere. Echt een kleine mannenshow is het vandaag. Ik heb nog nooit zo groot gevoel in mijn leven. Oké. Dan kunnen we meedoen. Ja, maar ik had u niet meteen verwacht in een programma als normale mensen, maar nee? Toch heel welkom. Ja, ik weet niet, omdat er zoiets abnormaal... Oké, dat is goed. Je hebt een... Jawel, nee, je mag blijven. Mijn vrouw vond het een beetje vreemd, de hobby die ik uitoefende. En ging het niet direct tegen vrienden zeggen. Naaien! Snaaien! Kruisnaaien! Dinges van die dinges van... Kantklossen, dat is het! Ja, inderdaad. Luc is een van de weinige mannen die kantklost in dit land. Plast u wel eens in de douche? Ja, maar alleen als erbij staat. Hoeveel procent van de mensen hier aanwezig slaapt in zijn puur? Er was iemand teken aan het doen? Ah nee, sorry, die juffrouw met de bril deed tekenen, want ik dacht dat jij iets wou zeggen. Aan het krabben gewoon. Ah ja, maar dat is voor ons ook wel afleidend, want ik zie je nu naakt slapen. Heel goed. Hoeveel procent denken jullie lief? 100! Nee, Mark en Kamma, dit is het moment van de waarheid. Zijn jullie er klaar voor? Ja, jullie hebben nog notities, of in dit geval tekeningen van Kamma. Kamma heeft eigenlijk gewoon Mark Koeken getekend.